Heren. Yo. Fantastisch. Helemaal goed, man. Yo. Take a seat. Goeiedag jongens. Pas het met z'n vijven? Ja, met z'n vijven. Ja, helemaal goed. Jawel. Complimenten voor jullie. Het is nog nooit zo druk geweest op het, hier op de drafbaan in Groningen. Echt joh? Dus, jullie zelfs hebben... niet bij de Stones. Zelfs niet bij de Stones. Alles behalve de Stones. Maar op het bevrijdingsfestival hier, op de, het is nog nooit zo druk geweest. Echt fantastisch. Heel cool. 2 jaar geleden waren jullie ambassadeurs voor de vrijheid. Is het bijzonder om op een bevrijdingsfestival te spelen? Ben je daar bewust van? Voel je dat? Ja, toch wel. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we blijven herdenken eigenlijk dat vrijheid niet zeg maar vanzelfsprekend is. En daarom is het ook goed dat we ieder jaar er weer aandacht aan besteden om het ook echt te vieren en op festivals te spelen. Dat iedereen gewoon, ja, dat we de vrijheid kunnen vieren eigenlijk, dat we dat kunnen doen. Want het is eigenlijk wel heel iets bijzonders. Ook als je ziet dat tegenwoordig nog steeds zoveel ellende is in de wereld. Maar... vrijheid betekent voor ons dat we dit kunnen doen. Feesten met z'n allen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Wat voor seksualiteit je hebt, wat je ook doet, wat je ook wil in je leven, dat je dat gewoon kan doen. En dat is niet in alle landen vanzelfsprekend. En hier gelukkig wel. En laten we dat vooral zo houden met z'n allen, want het is belangrijk. En ik hoop dat iedereen vandaag een fantastische dag heeft gehad, maar volgens mij was het weer perfect. En waren de shows heel tof van alle bands hier. Dus we hebben met z'n allen de vrijheid gevierd.